als jij een foto laat genereren van de melkweg en je laat een foto genereren van jouw tulpen voorgrond en je voegt het samen, zelf in mm -hmm. photoshop heb je dat zelf dan gemaakt. Dan heb je in ieder geval een beeld samengesteld. Ja, er is nu een hele discussie over, is degene die de prompt. Hè? Want wat je dus doet bij, ja. bij zo'n generatieve tool, is je zet er letterlijk een zinnetje tekst in. De tekst bijvoorbeeld, een uh, wilderig tulpenveld uh, uh, onder een uh, nachthemel uh, met een molen in de verte en een uh, ultrawijd uh, perspectief. En dan ja. geef je nog bepaalde stijlen. Je kunt zelfs nog zeggen van Fujifilm middenformaatachtige look ja, heeft. Ja. Ja. En dan gaat hij ook echt kijken, oké, okay, hoe, hoe zou dat dan zijn? Er zijn ik ken een aantal fotografen die doen dat wel combineren. ze dus doen een gedeelte zelf fotograferen, maar voeren daar ook wel een vleugje AI aan toe, mm -hmm. um, maar dan is het inderdaad de vraag van noem je dit dus jouw foto of, ja. nou ja, dat is lastig, maar ik denk wel dat je daar als je daar eerlijk over bent dat dat niet heel erg is.